Welcome to Brighton! Wes Newton tegen Andy Hamilton. Zo dadelijk in Brighton met Hamilton op 8 punten na 8 wedstrijden. Dat is het laagste puntentotaal van de mensen die sowieso niet kunnen degraderen. De bovenste 6, hij is 6e. Nog steeds op dit moment. En Newton staat nog onder die streep. Maar zo belangrijk was de overwinning. Die toch ineens uit het niets leek te komen vorige week. Van Newton tegen Gary Anderson. In Glasgow won hij met 7-5. Nou, Newton heeft het min of meer in eigen hand nu. Als hij deze partij wint. Met hele grote score. 7-0, 7-1. Dan kan die niet minder uitgeknikkerd worden. Wat er ook verder gebeurt vandaag. De winnaar van het tweede Eurotour toernooi van afgelopen weekend in Sindelfingen staat hier. Wes Newton uit Fleetwood, Noordwest-Engeland. Won met 6-5 in de finale van Paul Nicholson. Jij was erbij. Nee, ik stond in die finale als derde man aan het bord, zou ik maar zeggen, als scheidsrechter. Nou, je was heel dichtbij. Ja, ik was er heel dichtbij. Prachtige finale, hoog niveau. Nicholson die hem eigenlijk had moeten winnen. Kreeg 3 darts voor de wedstrijd, maar miste. Newton gooide hem uit. Ik heb het afgelopen weekend 4 wedstrijden van Newton gecalled op het podium. En hij speelde met name heel ontspannen. Dat viel me op. Het was heel rustig. Wat er ook gebeurde op het podium of in de zaal. Het was echt een heksenketel in Duitsland, in Sindelfingen. Er zaten 2.500 man in de zaal.
En die hadden echt zin in een feestje. En dat hebben ze ervan gemaakt ook. Maar hij bleef heel rustig, heel kalm. Dat is echt knap. En ik sprak hem ook nog, naar aanleiding ook deze Premier League avond. Hij zegt, nou, de vorm is goed. Ik ben inmiddels een beetje gewend aan die grote zalen met mensen. Ik heb er wel zin in eigenlijk. En dat is een goed teken, denk ik. Newton moet zo dadelijk gewoon op 1-0 gaan komen. Het zou nu al kunnen gebeuren. Het hoeft niet en het gaat ook niet. Toch even herstellen, maar niet enkel één. Dat doet hij prima. Hamilton verloor vorige week weer eens na 2 overwinningen op rij. Van Adrian Lewis met 7-4. Het was slechts 4 op 22 op zijn finishes, Hamilton. Maar hier is hij nog niet naar finish toegekomen. Want inderdaad, Newton op 1-0. Het verschil tussen deze heren in de Order of Merit is overigens nog maar heel klein. Het is nog wel zo dat Hamilton zesde staat en Newton zevende, maar er zit maar 100 pond tussen. Ja, dat is niks inderdaad. De eerste 180 van deze wedstrijd komt op naam van de Hammer. Dan hebben we er vanavond al 15 gehad. Dat is een aardig aantal. En dan zie je dus bij deze mannen, als het erom gaat, dat ze dan toch echt de druk ook een beetje nodig hebben om tot op dat topniveau te komen. En dat die 180ers dan dus gaan vallen. 7-2 winnen tegen Hamilton. Dan is Newton veilig. Dat doet hij ook niet zo 1-2-3 nu. Nee, maar goed, als hij wint, dan heeft hij wel een hele goede kans, hoor. Kijk, als hij wint, dan komt hij naast Lewis op 7 punten voorlopig. Ja, maar dan komt hij op een beter leksaldo, want Lewis staat op min 12. En als Newton wint, die staat nu ook op min 12, gaat hij in ieder geval beter. Dus... Ja, min 11 nu met deze ene erbij, maar goed, zijn uitgangspunt was min 12 inderdaad. Ja. Maar bij winnen gaat hij sowieso om, verbeteren in, van min 12 naar min 10. Ja. Dus dan is die en Lewis voorbij en heeft hij Anderson nog achter zich en heeft hij Whitlock achter zich. Ja, dan moeten dus en Whitlock en Anderson gaan winnen. En of dat gaat gebeuren, dat durf ik wel te betwijfelen. Eén van de twee misschien, maar allebei. Ondertussen is het 1-1 geworden. Is de eerste beurt van Hamilton in de derde leg iets beter dan die van Newton. Ja, we hebben het al vaak over in die Hamilton gehad, deze Premier League ook weer. Het is nooit een man die uit zijn slof schiet met een gemiddelde van 110 of 115. Dat zie je bij hem eigenlijk nooit. Maar als je degelijkheid in het woordenboek opzoekt, dan staat er een foto van Hamilton bij zo'n beetje. Altijd tussen de 96 en 100. Ik heb nog nooit een woordenboek gezien met foto's erin. Maar goed, het kan een nieuwe trend zijn, je weet het niet. 100. Triple niet gewonnen door Hamilton. Dus houdt Newton het initiatief. Nou, dit soort beurten, daar moet hij toch meer van zien te maken, Wes Newton. Als die eerste pijl in de triple zit,
Zeker als hij hoog in de triple zit, dan moet hij er eentje bij kunnen gooien. Dat deed hij het afgelopen weekend heel goed. Iedere keer als hij eerst erin zat, was het 140 of 180. En in deze Premier League hebben we dat net even te weinig gezien. Dan is het te vaak 100 of 85. Die is goed. Nu naar beneden, naar de triple 19. En dan met triple 10 besluiten. Dat was de bedoeling. Maar goed, Hamilton op 190, nu op 185. Ja, niet op een finish komen was natuurlijk nagenoeg onmogelijk voor Hamilton, maar 146. Newton, extra dart nodig. Maar één kans nu om 2-1 voor te komen. In deze beurt in ieder geval. Gaat die pijl naar de 14? Ah nee, de 7. Eerst de 7, daarna een 14. Twee hele slordige darts van Wes Newton. Zorg ervoor dat Hamilton de kans krijgt op 146. Die begint goed met triple 20. Dan wil hij triple 18 daarna hebben. Oeh, dat had heel pijnlijk voor Wes Newton kunnen worden dit. Zo, hij is alsnog waar hij wezen wil. Vraag even niet hoe. Nou, het is de tweede keer dat Andy Hamilton een leg begint in deze partij. Het is ook de tweede keer dat hij hem begint met 180. Er staan nog altijd 6 en 9 op dit moment, Hamilton en Newton. 100. Alleen het legsaldo is een klein beetje veranderd. Beide mannen kunnen voorlopig niet heel veel druk zetten in de legs van de tegenstander. Dat zorgt ervoor dat er in de legs weinig spanning zit tot op heden. Hamilton een dubbel 16 om er ook weer gewoon 2-2 van te maken. Ja, eigenlijk moeiteloos en pijnloos. Ja, we hebben 4 legs gehad. Is er niks geks gebeurd eigenlijk. Geen breaks gezien. En dus is de vraag bij wie het eerste basje verschijnt. Ja, wat je ziet is dat beide mannen 2 uit 2 op de dubbel zijn. 100% en allebei aan een gemiddelde komen onder de 90. Dat betekent dat het scorend in deze wedstrijd niet echt best is. Nee, er zit ook nog niet zoveel opwinding in. Dat gaat meestal toch wel hand in hand. En net op het moment dat je dat zegt, komt Wes Newton door de bocht met zijn eerste 180er. Gevolgd door 59 van Hamilton. Dus de regelmatigheid dreigt zich voort te zetten. Pas de derde ontmoeting op het podium tussen deze twee mannen. De eerste was in 2005 op de UK Open in de derde ronde.
Devon Hamilton. En vorig jaar kwartfinale European Championships, Devon Newton. Toen werd hij uiteindelijk runner-up op dat toernooi. Dat was toch wel zijn beste prestatie tot dan toe. Ja, zeker tot dan toe. Inmiddels is hij natuurlijk wel gewoon een gevestigde naam. Staat toch alweer een tijdje nu ook gewoon in de top 8 van de wereld. Ja, in de top 8 van de wereld is hij toch ook wel weer de grote onbekende eigenlijk. Met name in het begin van deze Premier League. Even kijken wat hij doet hier op die 96. Hij is in ieder geval van de 100% op zijn dubbels af. Met name in het begin van deze Premier League. Ja, er waren ook heel veel mensen die zeiden, zie je nu wel, die Newton staat al in de top 8 van de wereld, maar hoort er absoluut niet in thuis. Hij heeft niets te zoeken in de Premier League. Ja, het is moeilijk om dat natuurlijk na 5 weken te zeggen. En belangrijker nog, ja, als hij niet bij die beste 10 hoort, wie moet je er dan wel in zetten? Hè? Want dat is dan de discussie die je moet voeren. Maar waarom de grote onbekende, zoals je hem noemt? Nee, geen grote titels gewonnen. Als ik aan mijn buurman vraag, dat zeg ik altijd maar, die heeft niet zo heel veel met darten. Kijk, af en toe eens een keer. Als ik mijn buurman vraag en ik laat een foto van Wes Newton zien, wie is deze man, zegt hij, ik heb geen idee. Maar heeft hij dat wel bij enige andere darten dan? Ja, wel bij Whitlock of bij Hamilton. Oh, okay. Thornton misschien wat minder, maar Wes Newton is echt wel de grootste onbekende, denk ik. Wordt dit de eerste leg waarin degene die de leg niet begonnen is, aanstalten maakt om een break te forceren? Het zou kunnen als Newton een beetje doorzet in deze beurt. Ja, dan volgt er ook meteen weer 57. Dan kunnen we dat verhaaltje ook weer het prullenbakje ingooien. Hamilton heeft nog niet gelijk gespeeld in deze Premier League. Altijd of gewonnen of verloren. Dat deed hij allebei 4 keer. Ja. En ook Simon Whitlock heeft nog niet gelijk gespeeld. Dat zijn de enige 2 spelers bij wie dat nog niet gelukt is. Voor Newton 7-2 winnen. Maar goed, daar zal hij verder niet beschilderd staan. Het gaat om dat hij wint, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, goed begin van Newton aan deze leg, maar daarna laat hij weinig meer zien en dus kan Hamilton weer heel rustig richting de dubbel. Nu kan het niet meer voor Wes Newton met 7-2 winnen. Nu is het 3-3. En dan zal langzaam, maar zeker toch de druk een beetje op Wes Newton komen te staan. En die begint dan zijn eigen leg met 26. Kijk, natuurlijk ligt die uitschakeling voor hem nog steeds op de loer. En ze zullen allebei echt niet happy zijn met hoe ze staan te spelen. Ja, voor Hamilton maakt het allemaal net even wat minder uit, want die staat veilig voorlopig. Op 8 punten. Nou. Dit is een heel stuk beter dan die eerste beurt. Toen had hij 26. Dit is even iets meer. Dat heb je dan ook wel nodig op zo'n moment. Ja, Hamilton zet nu wel even door. Die denkt, ja, die 26 staat er voorlopig nog wel steeds. Newton weet één ding in ieder geval zeker, als hij deze partij verliest, ligt hij eruit. Dan is hij gedegradeerd. Zien we hem niet meer terug in Sheffield volgende week. En kijk, Hamilton voelt het. Die voelt dat het gaatje valt. Want
Aan beide zijden van die 180 zitten voor Newton scores van 26 en 41. Moet naar de 18 toe. Waar is Newton? Een gelijkspeler is ook geen optie. Nee. Gelijkspeler kan het nog. Maar dan is hij heel erg afhankelijk van de wedstrijd van Whitlock. Oh ja, precies. Ja. Want hoe dik die verliest. Spelen. Ja. Ja, klopt. Het is niet altijd zo makkelijk als het lijkt. Triple 18 voor Newton is gevonden. Kan hij er nog eentje bij doen? Dan mag hij naar dubbel 10. Dit zou een hele belangrijke zijn voor Wes Newton, maar hij mist hem. En dan heeft geen van beide spelers nog een dart op een dubbel gehad in een leg die de ander is begonnen. Maar dat gaat hier voor het eerst wel gebeuren. Nu op dubbel 16. Die had er mooi langs gekund, maar hij moet er nu overheen. En dat doet Andy Hamilton en die plaatst de eerste break in deze wedstrijd. En dan is de taak, de opdracht voor Wes Newton nu om rustig te blijven. Verliezen is geen optie voor de Warrior, want dan is het over en uit voor hem. Wat betreft zijn Premier League debuutseizoen. Ja, kan hij dit nog bij elkaar rapen? Je zou toch zeggen, als je met zoveel vertrouwen terugkomt uit zo'n weekendtoernooi, dan moet je beter gooien als je hier op het podium staat. Maar het niveau van deze wedstrijd tot nu toe is echt teleurstellend. Dan lijkt Hamilton langzaam maar zeker de slag te pakken te krijgen. En wat ik dan een beetje mis bij Newton... Frank, dat mis ik wel. Het is een ongelooflijk aardig jongen, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik mis een beetje peper in de reet. Een beetje pit, een beetje vechters met het. Een beetje zo van, over mijn lijk, ik ga winnen hier. Dat straalt hij niet uit. Het is allemaal vlak. En... Ja, je ziet een beetje het begin van berusting. Hè? En dat is geen goed teken, op dit moment zeker niet. Hamilton zal het worst wezen. Die denkt alleen aan de playoffs. Die heeft die twee punten keihard nodig. Tien en dubbel 16 om de break ook te verzilveren. Nog niet. Ga dat nog een keer proberen zometeen. Voor 5-3. Andy Hamilton. Voor 5-3. Weer die dubbel 8 gevonden. En dan zal Wes Newton nu echt alle zeilen moeten bijzetten. Triple is meegenomen dan. Met de laatste dart. En dan is dit ook meegenomen. Je hebt meer nodig, Newton. Je hebt meer nodig dan dit. Toch weer de triple. Dat is dan wel het minimale. Hij moet deze leg nu binnenslepen, Newton. Kijk. Nou, eindelijk ook een beetje beleving. Wat dat betreft staat hij nu op voorsprong, Newton. 3-2. Nee, is gelijk. Oh, 3-3. Neem niet kwalijk. Ja.
151 voor Newton. Dan heeft hij 6 darts voor. Dit is een goed begin. Triple 17. Die gooit hij niet, maar dat maakt dus niet uit. Want hij mag nog een keer terugkomen. En dat is zo dadelijk voor 60. Dan is natuurlijk altijd nog de vraag. Wat doet Hamilton vanaf 205? Hoeveel draait hij die duimschroef aan? Hoeveel druk legt hij op Wes Newton? 98. Een beetje. Hij heeft nog één pijl in de hand. Oeh, en nu is de uitschakeling echt nabij. Want Hamilton weet over het algemeen best raad met dit soort finishes. Die kijkt naar triple 19. Oh, die mist hij ruim. Triple 20 en tops dan. Triple 20 gegooid. Tops voor een punt. Oeh. Ik denk een millimeter of 11 ernaast. Zeg ik met mijn Timmermans oog. En dat heb ik niet echt nodig om te zien dat Newton hier die dubbel 10 gooit. En in ieder geval terugkomt tot 5-4. Nou, de billen hebben al even tegen elkaar aangezeten hoor, bij Newton. En dan moet hij nu die break achterstand ook weer recht trekken. Om niet in een hele wankele positie te komen. En eerlijk is eerlijk, tot op dit moment staat hij daar niet te gooien alsof dat even makkelijk gaat lukken. 100. Gaat redelijk gelijk op, maar Hamilton heeft nog altijd voordeel in deze leg. Die hem zijn 9e punt in de competitie kan brengen. En dat zou dan op dit moment 1 punt minder zijn dan Taylor, die al gespeeld heeft en verloren van Thornton. Naar beneden, moet naar beneden om een finish over te laten. Dat doet hij goed. 167. Brengt zichzelf nu wel in een positie dat het misschien kan. Dat is wel weer een hele lekkere hoor voor Hamilton. Dit gaat niet uit voor Newton. En Hamilton krijgt de kans op een 6-4 voorsprong en alvast een punt. Shanghai 20. Daar is de triple 20 al. Enkele 20, oh, wordt een enkele 1. Via de flight volgens mij. Ik hoorde dat klippende geluid dat hij via de flight ging. En nu moet Newton dit uitgooien, dan is hij op 5-5. Dan heeft hij 1 pijl, krijgt hij voor tops. Wes Newton. Wes Newton laat zijn kans liggen met Hamilton op tops. Wat is dat pijnlijk voor de Warrior. Dat kan het moment geweest zijn dat bepalend is voor de uitschakeling van Newton. En nu komt de lek. Die alles bepalend kan zijn voor de uitschakeling van Newton. Deze moet hij winnen. En ook die daarna. Vijf of 6-4 achter, wat het nu is. Dat is een wereld van verschil voor Wes Newton. Ja. Een wereld. Nou, Hamilton begint deze lijkt wel heel erg nonchalant. Die gaat zijn energie sparen voor de laatste leg misschien wel. Wat we zeker weten al is dat Newton, mocht hij het punt nog pakken, afhankelijk is van de resultaten van Whitlock en Anderson. Later vanavond.
Ja, weer twee beurten zonder trippels, hè. Hij maakt het zichzelf ook niet makkelijk, Wes Newton. Dat komt voor Newton op een goed moment. Zes darts voor 102, Wes Newton. En 6-5 in ieder geval. De basis voor dat cruciale punt. Dat is 102, dat is prettig. Het hoefde nog niet, het ging wel. Maar dan nu het moment van de waarheid. Voor Wesley Newton. De leg van de waarheid. De allerlaatste strohalm om in de Premier League te blijven. Die wordt begonnen door Andy Hamilton. Aldus! Er worden geen cadeautjes gegeven. Zeker niet door Andy Hamilton. En kijk, ja, dit is het antwoord van Newton. Oi, 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 oi. 30. Nou, dan is de leg meteen ook weg. Cynisch applausje voor zichzelf. Maar hij heeft deze partij echt niet aan het eind verloren. Hij heeft hem in het begin verloren. Toen Hamilton absoluut niet in zijn spel kwam. Toen heeft Newton niet kunnen aandringen in de legs die Hamilton begon. Nee, en toen kreeg hij de break tegen in de zevende leg. Kwam hij 4-3 achter. Ja. En als het echt moet, hè, als het nou echt moet, en dat is deze lek, dan moet het echt, dan gooit hij 30-45, ja. Dan is het ook wel terecht dat je er niet meer bij hoort als de beste acht doorgaan. Ik heb Wes Newton niet één week zien spelen zoals ik Robert Thornton een aantal weken heb zien spelen. En zoals ik Hamilton heb zien spelen. De twee overwinningen die hij pakte. Lewis 7-3 en Anderson vorige week 7-5. Dat waren niet echt overtuigende overwinningen. Nee, Lewis, in het begin van de Premier League was Lewis helemaal niks. Nee. En Anderson vorige week, ja, die miste natuurlijk een karrevacht van dubbels. Niets ten nadele van Newton die de kansen toen wel pakte. Maar ja, toen creëerde hij zichzelf ook kansen. Nu gooit hij een gemiddelde van 190. Terwijl hij een finishpercentage heeft dat bijna op 50% ligt. Dus dan scoor je gewoon te weinig en krijg je dus geen kansen. Zal Newton ook nog wel eens terugdenken aan de 6-3 voorsprong die hij had in week 3 tegen Thornton. Uiteindelijk toch nog gelijk gespeeld. En nu verloren van Andy Hamilton met 7-5. En dat betekent dat duidelijk is dat Wes Newton de eerste afvaller is in de Premier League 2013. Wie wordt de tweede, dat gaan we zien in de laatste twee partijen.